Hallo, in de vorige video hebben we een spread gemaakt en nu gaan we een stapje verder. Nu zie je hier op mijn scherm een spread. Dit is wat je krijgt straks, deze spread. En die ga je veranderen tot wat je hier ziet. Je gaat een kader toevoegen waarmee je deze travel tips, die ga je wat extra uitlichten. En door een vak achter te zetten, een rechthoek. En de kleur te geven en de teksten op een andere kleur te geven, bied je een stukje contrast in deze spread. En waardoor je deze tekst mooi kan lezen en dat je echt een apart kader hebt waarmee je dit stukje met die reistips wat extra uitbelicht. Wat je ook ziet is dat in dit document heeft nu ook een rood randje. Dat gaan we in de volgende oefeningen gaan we dat ook doen. En dat zorgt ervoor dat je straks snijtekens krijgt. Hier zie je hoe dat eruit ziet. En je ziet hier van die streepjes. Dat is waar het mes snijdt. Dus aan alle kanten van het document voegen we 3 mm toe. Dat is de standaard ook in Nederland. En je hebt dus een extra stukje foto. Zie dit, als je dit zo ziet, dit is 3 mm extra en dit is ook 3 mm extra. En dan snij je met het mes op dit randje en dan heb je nooit een wit randje. Als je dus, want we willen natuurlijk dat deze foto gewoon de pagina vult. Over de rand gaat en dat je niet hier naar boven weer een wit randje hebt. Nou, dat bereik je dus met snijranden. Dan gaan we dat ook maken, maar hier zit hij er alvast in. Oké, je hebt dus die bestanden. Dit is wat je krijgt. Er zit een pdfje bij als voorbeeld, met die snijranden. En de volgende oefening ga je hem ook zo opslaan. En er zit het bestand bij wat je kunt gaan openen. En nou, dan begin je dus hier zo. Dit is wat jij dus hebt. En we gaan hier dus nu dat oranje vak achter plaatsen. Nou, wat we dan allereerst moeten doen is naar... we gaan naar lagen. Daar hebben we tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt. Maar zoals je hier kunt zien bij lagen, heb ik dit bestand gesorteerd in een tekstlaag. Als ik die even uitzet, dan zie je hier zit al mijn tekst in. Ik heb hier alvast een kaderlaag, daar ga ik dat kadertje neerzetten, die oranje kader. En een beeldlaag, daarin zitten mijn foto's. Nou, ik heb maar één foto nu. Het handige hieraan is dat ik even zo die beeld en die tekst kan ik op slot zetten. Door hier te klikken. En dan ga ik... Ja, hier, als je trouwens hier op klikt, hè, dan zie je dus alles wat daarin zit. Zo kun je ook dingen sorteren. En dus als jij bijvoorbeeld wil dat deze iets naar boven gaat, dan kun je hem zo sorteren. Nou, dat ga ik nu niet doen, maar dan weet je dat ook weer. Als ik hier op klik, dan ga ik iets in die laag zetten. Dus nu kan ik hier een kader plaatsen. En omdat deze laag onder de tekstlaag zit, zal die ook automatisch onder de tekst zitten. En omdat ik de tekstlaag op slot heb gezet, kan ik nog niet per ongeluk daar zo wat verkeerd doen. Oké, let ook op, hier zit een groen lijntje. Dus ik ga iets, als ik nu een kader hier ga plaatsen, ik zet mijn hulplijn even weer aan. En die kun je trouwens af en toe uitzetten met command dubbele punt. En zo kun je hulplijnen aan en uitzetten. Maar ik ga hier nu een kader zo plaatsen. En je ziet nu ook die groene lijntjes. Zie je dat zo om mijn... dus binnen dat klommetje. Daaraan kun je ook zien dat dit in een groene laag zit. Nou, ik heb het kader nu geplaatst. Bij mij is die automatisch de goede kleur. Ik kan me voorstellen dat het bij jou niet zo is. Als je het kadertje geplaatst hebt, kun je even het zwarte pijltje pakken. Ik wil het kadertje ietsje hoger zo. En ook iets langer. Het komt allemaal niet zo heel precies. Normaal wel natuurlijk, maar nu even niet. En dan kun je hierboven, dit is dan de vullingkleur en dit is de lijnkleur. Ik hoef eigenlijk geen lijnkleur, dus wat ik ga doen, dit is de lijndikte. Als ik die even naar beneden klik zo, dan heeft hij geen lijn meer. Dat vind ik niet zo nodig. Misschien moet ik hem even, ja, hij moet wel weer even de breedte weer goed hebben zo. En als ik hier op klik, dan heb ik hier al mijn kleuren en in het document zit al deze kleur, dus die kun je aanklikken.
En dan heeft je vak die kleur. Ga ik in een lage toe. Zet de kaders even op slot. Ga ik tekst unlocken, zeg maar, van het slot halen. Je ziet nu ook dat dit een blauw randje krijgt. Dus hieraan zie je ook weer, oké, dit zit dus in een blauwe laag. Het is niet super goed te zien, maar als ik een beetje inzoom zie, dit is een tekstknopje doen. Of door gewoon simpel op T te klikken. Je dubbelklikt hier. En ik doe dan command A. Selecteer ik alle tekst. Ga ik weer naar deze toe. Want dit is de tekstkleur. En die zet ik op de papierkleur. En dat is wit. Zo. En dan heb ik een tekstvakje gemaakt. Nou, dan kun je nog een beetje spelen met of het mooi in het midden staat. Al dat soort dingen. Zo moet deze iets. Zo. En dan is die klaar. Nou, in de volgende video ga ik uitleggen hoe je dit kan opslaan, zodat je ook een PDF hebt. En met die snijranden en dat soort dingen. En dan kun je daar ook even mee oefenen, namelijk om dat met je vorige oefeningen te doen. Tot nu toe mag je deze gewoon opslaan, dus gewoon command S. En dan kun je doorgaan naar de volgende oefening.